En dan zijn we aangekomen bij het hoofdgerecht. En het hoofdgerecht is natuurlijk altijd de grootste uitdaging, want je wilt dat het lekker warm op tafel komt. En met wilde eend is het bijvoorbeeld wel weer heel belangrijk dat je het ook weer niet te lang warm maakt, want dan wordt het taai. Er zitten allemaal vacuümzakjes in je pakket. Eentje daarvan is prachtig groen. En die gaat ook het eerste in de pan met warm water, kokend heet water. Die haal je daarna van het vuur en dan pas doe je ook het zakje erin. En dus eerst het zakje met de bodem, want dan zakt die temperatuur ook al direct van het water. En daarna, als je dan heel voorzichtig je vinger erin kan doen, maar niet echt natuurlijk, dan doen we de eend erin. Want dat zorgt ervoor dat die niet te warm wordt en dat het vlees, wat wij al voorgegaard hebben, ook niet te gaar, niet doorgaart eigenlijk. Ook de jus zit er alweer in. Dus de wilde eend gaat erbij in. En als je nou ook nog de vegetarische variant gekozen hebt, of misschien alleen de vegetarische variant, zit dat in zo'n zakje. Mooie steak van knolselderij met zijn eigen knolselderijjus. En ook die gaat in het pannetje. Verder heb je daar dan nog rolletjes bij gekregen van biet. Twee mooie taartjes hebben we het genoemd, maar het zijn rolletjes geworden. En die kun je het beste even in een ovenschaaltje opwarmen voor een paar minuten. Of stiekem, als je nog sneller wilt eten, zou het ook in de magnetron kunnen. Dan in het andere bakje zit een beetje kompot van kweekeer. En mijn laatste tip is om bij die bietenrolletjes ook de borden even in de laatste minuut in de oven te zetten. Zodat die dan ook voorverwarmd zijn. Dat heb ik nu dus niet gedaan. Dat moeten jullie wel doen. Dan heb je een mooi warm bord. Dan kun je er ook net iets langer over doen om dat gerecht te presenteren. En hoe beginnen we dan? Dan beginnen we weer met de bootjes. Als die een paar minuten ingezeten hebben, dan kneed je dit een klein beetje door elkaar. Dat die groene saus mooi mengt. Heeft iemand misschien een lepel voor mij? Heb je een lepel voor mij, Joris? Als de boontjes warm zijn, je zou het dus ook heel goed in een pannetje op kunnen warmen. Maar het allermakkelijkst is om het in het zakje zelf te doen. Dan heb je zo min mogelijk afwas. Maar dan schep je het eerst eventjes uit het zakje. Ja, dank u vriendelijk. Ja, is je mouw schoon? Bedankt. Zo. Het groene kleurt behoorlijk. We hebben ook nog de chips, maar dat is echt de finishing touch. En dan gaan de boontjes in de Malabar crème onder op het bord. En zorg dat je ook veel van die crème erbij hebt. Want dat geeft een mooie kleur, maar geeft ook vooral heel veel smaak aan het gerecht. Niet te veel op het bord, serveer er eventueel nog een klein beetje naast. Dan leggen we dat rolletje biet erbij. Die uit het ovenschaaltje komt. Oeps, en dan heb ik een beetje gespetterd op het bord. Maar dat is helemaal niet zo erg, dat geeft wel weer een leuk effect. En die saus van die biet, die kun je op het laatste nog een klein beetje overheen gieten. Nou, dan begin ik met de eend, want die moet gewoon warm zijn, maar zeker niet doorgaren. Ook die knip ik even open. En dan zonder erin te prikken, haal je hem uit de verpakking en leg je hem zo naast het rolletje op het bord. En die jus die giet je er dan overheen. En misschien doe je dat pas aan tafel met een juskannetje, want dat geeft de mooiste effecten. Maak je nog een beetje zo'n draaibeweging. En eigenlijk geldt dat voor de vegetarische variant precies hetzelfde. Ook die knippen we open. En die haal je er dan uit. De parten. Het kan ook zijn dat het maar één stuk is. Dat ligt net een beetje aan de knolselderij. Die knolselderij die hebben we ook licht gerookt, waardoor die mooie vlezige structuur krijgt. Ik ga
staat ze op het bord. En ook hier geldt weer de jus en natuurlijk overheen. Dan de kweepeerkompot en een klein beetje naast. Voor een mooie zoete herfstachtige twist. Verdeel hem er maar helemaal bij. Echt heel lekker. Ouderwets grootmoeders recept, kweeperen. En we maken het gerecht af met een lekker knapperige bite op het einde. En dat zijn groentechipjes, in dit geval gemaakt van knolselderij. Die doe ik over de eend of over de knolseldrijsteek. En dan heb je in een mum van tijd echt een super feestelijk hoofdgerecht, wat helemaal bij het seizoen past. En wat je dus zelf gemaakt hebt, maar waar wij het voorwerk in ieder geval al gedaan hebben.